Ik heb toch een compleet andere lezing ondertussen met alle goede wil van de wereld van wat er de afgelopen 4 jaar is gebeurd door een minister die al 4 jaar verkondigt dat hij de Vlaming gaat verleiden om meer de bus en tram te gebruiken. Ja, het is zo dat u, meneer de minister, meer investeert in nieuwe bussen en trams. U hebt ook de prijzen verhoogd, fors verhoogd, om die bus en tram te kunnen nemen. U bent al 4 jaar aan het besparen op de middelen die de lijn nodig heeft om die bussen en trams te laten rijden. In mijn stad Gent is het tramnet ingekort omdat er geen geld was voor de onderhoud van de sporen. In mijn stad Gent rijden er nieuwe trams op de belangrijkste tramlijn, tramlijn 1, maar ze rijden minder frequent dan 10 jaar geleden. In Antwerpen, collega's, is in 2015 het nachtnet geschrapt met de aankondiging dat er een alternatief zou komen. 3 jaar later is dat er niet. Ga naar Limburg, praat met de mensen in de Westhoek, praat met de mensen in de Kempen, praat met de mensen in Zuidoost-Vlaanderen. Die zullen u vertellen dat ze daar op zondag zo goed als geen bus meer zien passeren. En dat de belbus die er was voor de mensen die geen ander alternatief hebben, dat die geschrapt is zonder alternatief. En vandaag zien wij dat nog nooit zoveel reizigers zo ontevreden zijn voor de lijn. Het aantal mensen, meneer de minister, dat beroep doet op bus en tram voor het woon-werkverkeer, collega Keulen, is minder dan de helft dan 10 jaar geleden. 2,5% vandaag, 5,2% in 2009. Het personeel van de lijn heeft geen vertrouwen meer in de aanpak van de directie. Ik zou die stakingsaanzegging maar serieus nemen. En de steden en gemeenten, waar we inderdaad allemaal vertegenwoordigd zijn, die hebben ook al geen vertrouwen meer in de aanpak van de lijn. En zeggen nu in koor, laat het ons maar zelf doen. Met andere woorden, iedereen die erop rekent dat er een goed en degelijk aanbod is aan openbaar vervoer in Vlaanderen, is vandaag ontevreden, meneer de minister. En ik vraag me af hoeveel blauwtjes dat u nog moet lopen als verleider om door te hebben dat uw verleidingskunsten, eerlijk gezegd, op een koude steen aan het vallen zijn. Ik zou, als ik u was, stoppen met besparen op de middelen die de lijn nodig heeft om die bussen en trams die u aankoopt, om die te laten rijden. Ik zou stoppen met verder verhogen van de prijzen, want de Vlaming die rekent op bus en tram voelt zich vandaag bekocht. Dat is de conclusie uit die resultaatsenquête. Bekocht, die betaalt nu meer voor minder kwalitatieve dienstverlening, terwijl wij meer en beter openbaar vervoer nodig hebben als we van die ellendige files willen afgeraken.